I don't speak Dutch, so I'm getting something else out of it. You know, I'm listening to the music in a different way because I don't understand the lyrics. Of course, I know what the lyrics are because I wrote them. But it's you know, it's as with an opera, you don't understand the words necessarily. You kind of you get the feel of the thing, and therefore it heightens some emotions. And I really enjoyed it. That's all I can say. I thought it was fantastic. Yeah. I can't imagine it would be better. I'm proud for the cast. I'm proud of myself. I'm proud of Bob. You know, what we did here is put on a wonderful show. And you're talking to me after the opening night. I don't care. I guess the reviews will be out soon. I don't care. This show works, and the people that came to see this show went out loving it. And that is, they're the real people, and that's what this show is for. Ja, ik herken iets, maar wat is het dan? Waar komt dit vandaan? Het praat en praat maar wat wil het dan? Kan het niet verstaan. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig naar u. Oh, en u ook naar mij krijgt de indruk. Al dat geaai is heel erg ongepast, maar interessant. Oh, niet doen. Niet doen. Niet doen! She plays it like a very tightly wound English girl, which is what Jane is. Heb je nou ook echt steun gehad aan Phil Collins die in de zaal zat? Ja. Maar, en niet alleen vanavond, maar de hele tijd al. Hij is echt fantastisch. Het is zo'n geweldige man. Zo nederig en bescheiden en enthousiast. Het is echt fantastisch. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja, ik zat dat te bedenken als me iemand mij vraagt wat ik moet zeggen, wat ik dan zou moeten zeggen. Het is niet uit te leggen, je moet gewoon komen kijken. Nou, ik heb zo genoten. Het was zo geweldig. Er zweven mensen over je hoofd. Mensen landen uit de nok. Het is echt, jongen. Het is spectaculair. Ja, vind ik. Ik heb echt genoten. Het is geweldig om te zien. Mooie zang, geweldige decor, hè? Echt super. Ja, je kan er niet onderuit. Het is echt super. Ik vond de muziek prachtig. Ik vond Chantal bijzonder geestig. Ik vond Ron prachtig zingen. En ik vond de hele productie van zo'n ongelooflijk hoog niveau. Wat daar weer gebeurt en hoe smaakvol dat verteld wordt. Dus ja, er moet altijd nog wat te wensen over zijn. Dus tussen 8,5 en 9. Als je van zingen houdt, dan kriebelt er altijd iets als je iemand live hoort zingen. Omdat je weet hoe lekker het is om dat te doen. Maar deze mensen hebben het zo goed gedaan. Ik vond Ron een genot om naar te luisteren. Chantal een genot om naar te luisteren. En ook hilarisch om er te zien spelen. Dus dat ging heel snel weg. En dat gevoel dat het leuk was om naar hen te kijken, nam het meteen over. Verliefde mijn man, mijn minnaar. Ook ver weg ben je heel dicht bij me. Oh ja. Oh ja, oh altijd wel. Soms lig ik wakker van honderden zorgen. En ik begrijp hoe zwaar het moet zijn. Niet waar? Jawel.
gevaar. Wel waar, dat weet je wel. Waanzinnig. Ik wil het beleven, ik wil het niet acteren. En het punt dat ik dus de buiging ging nemen, sloeg het echt in bij mij als een bom van... Ik ben weer thuis. En dat was voor mij zo waanzinnig goed. Ja. Ik ben echt heel erg trots op Shaira. Het is gewoon weer een fantastische prestatie die ze heeft neergezet. Na Aida is dit denk ik toch weer een hele grote rol. Waarin ze al haar emoties, al haar gevoelens kwijt kan. En ze heeft het ook naar mijn idee echt weer super laten zien. Het is gewoon weer een ster gestegen, zeg maar. Of een plateau gestegen, ik weet niet hoe je het noemt. Je bent zo klein, zo bloot en wit. Maar ik voel nou al dat er pit in zit. Wij vechten samen, winnen samen. Ik zal er zijn, wees maar stil. Want jij...